In de Riege, ons gemeente van A tot Z, gingen we dit keer naar Isbrechtum. Dit dorp, onder de rook versnits, of oorsom, het is maar hoe je het besjoggen, had zo'n 650 inwoners. Het dorp is vooral bekend om Epemastaten. Een zandjende eeuws landhuis uit 1624. Hier wennen de grietmannen van Wimbritserediel. Die tijd is voorbij. Wij zijn vooral benijd naar de verhalen van de mensen die er nu wennen. Zuidwest-Friesland, uw nieuwe gemeente, maar 69 dorpen en steden. SWF Lokaal wil die volle skin leren. Van A tot Z, door Zuidwest-Friesland. In my little town, I grew up believing. Pak dat eens even op. Er staat vast een naam op. Wat staat erop? Renzo. Witte broodjes, wat ben ik geen harde? Nee, geen harde, nee. Oké, ontzien. Hoe je? Ik heb nu 27 jaar. 1 november 27 jaar weer. Ik heb 2 feesthand voor het hele dorp. 25 jaar bestingen. En het is nog steeds leuk werk. Alle dagen werp mij. Leuk met de meesten. Leuk dorp. Nou, daar ben ik een afvereniging. Ja, inderdaad, het is hier. Er is van biljetten tot volksdoensje om het samen te zeggen. En er is toneel en er is tafeltennis. Alle dingen die er in het dorpje te wijzen, die ben er ook. Ben je zelf ook actief? Ja, zeker. Ik ben nu nog vrijwilliger, maar ik ben ongeveer zo'n 28 jaar voorzitter geweest van de dorpshuiscommissie. Het dorpshuis mooi gebouwd, uiteraard, in de beginjaren. En al begon in 1973 met de oude dorpshuis tot het nieuwe daar stond. Dus we zijn eigenlijk wel altijd wel bezig geweest daarin. We zijn hier in Epemastaten, Isbrechtum. Vertel eens iets hierover. Epemastaten is een oud landhuis uit 1652. En ik denk al 13, 14 generaties in dezelfde familie. Waar ik geen lid van ben. Ik ben geen familie van de familie van Eizinga. Dat zijn de huidige bezitters. Wij huren het huis, zorgen ervoor, passen erop, doen niet het beheer. En wij verhuren het huis weer door aan iedereen die hier iets wil organiseren. Feesten, diners, vergaderen, lunchen. Wat betekent Epemastaten voor Isbrechtum? Ik denk dat het een behoorlijke blikvanger is voor Isbrechtum. Het heeft wel een verhaal met twee kanten. Want in de tijd dat hier natuurlijk beslist werd hoeveel pacht mensen in de omgeving moesten betalen. En dat het ook afgeschermd werd vanwege de bezittingen. Was er niet echt een homogene groep. Dat je dacht van, hey, buurman, gezellig dat je er ook bent. Ik heb hier ook wel eens diners van mensen, die worden 80, 85, 92 zelfs. Dan komt de hele familie mee en dan zeggen ze, meneer Hanenburg, u gelooft het niet. Zeggen ze tegen mij, meneer, u gelooft het niet, maar dit is de eerste keer dat ik het huis van binnen zie. En Isbrechtum is groot genoeg om daarvan te besteden, zeg maar? Nou, nee. Ik ben alleenig. Ik heb hier dus geen vrouw bij en dus dan kun je het gauw rijden. En ik ben weinig nodig zelfs, dus, maar dat gezin je van leven kind, dat ken net dus. Maar het leidt ook griezelijk dicht bij Sneek. Ben je daar wel eens bang voor dat Sneek misschien deze kant wat meer opkomt, zeg maar? Nou, de Roewa zit er tussen en die Bloterik tussen zitten. En de meesten die ik nu kom hier. En het is toch, Isbrechtum is net een wiek van snits. Het is gewoon echt dorp. We hebben hier al je verenigingen, activiteiten en eigen dorpshuis. Dus het bloot wel dorps. Ik vind het hier heel erg leuk. Dat is van via school gegaan. Want ze hadden me als eerste in het bejaardenthuis zitten, maar dat wouden ik dus niet, want dat vond ik eigenlijk niet leuk. En toen hadden ze deze gedaan voor mij. 22 in totaal. 2-0. Ja, precies. Koeling? Nee, broodkoekenpakket. Ja, ik heb als hobby toneelspullen bij de Tis dat valt van Isbrechtum, toneelselskip. Ik heb door een cruiseschip en er zijn al oudere mensen wat. En die hebben daar een Friese kolonie op dat schip. En dan ben ik een van de oudere man die wat in de war is. Ja, we hebben een keer jullie best gehoord.
Oh, wat een geweldige stem had dat meisje. Prachtig, het hele schip scoorde heen en weer. En haar decolleté ook. Dat vonden wij wel mooi. Vooral bij de lege tongen ging alles op en del. Dat weer mooi om te zien. Kennen ze je al een beetje? Ja. En ken je die mensen al een beetje? Ja, ook. En vind je dat leuk? Ja. Ja, maar dan komt toch steeds, ja, dan komen dezelfde mensen terug en dan dat is toch weer het sociale gebeuren, ja. Denk ik, hè? Daar gaat het juist ook om. Hoe bedoel je, daar gaat het om? Om goed met mensen om te gaan. Daar is het stage juist voor. En welke school zit je? Piet Bakker School in Sneek. Ja. Ja, dit is de rode zaal. Althans, nu is die rood. Ik heb ook wel foto's dat die geel is geweest. Dit is de trouwzaal. Althans, dit is de trouwzaal voor huwelijken met kleine gezelschappen. Hier zijn al heel veel mensen getrouwd. Voor mij is het ook een hele bijzondere kamer, want ik ben hier zelf ook getrouwd. En nou, deze kamer is eigenlijk ook nog wel grappig. Hier heb je de hinderlopen kamer. De hinderlopen kamer, daar kom ik vandaan. Daar woon ik. Kijk, de hinderlopen kamer. Oh ja, zie je het. Afschuwelijk. Ja. Maar deze jassen zijn ook heel erg leuk. Het zijn oude koetsiersjassen en livreien. Oh ja, dat is leuk. Die de bediening af en toe aan heeft. Oh ja? Als we hier hele chique diners hebben. Oh, wat leuk, joh. En dan hebben de obers hebben handschoenen aan en mogen dan niet praten. Die mogen alleen antwoorden. Hier zit nog iets heel ouds inderdaad. Dat gebruiken wij niet meer. Dat is water. Ben je wel eens bang dat het bijna opslokt wordt, Rosnit? Nee, daar ben we eigenlijk net bang voor, want we hebben een mooie grote dieke tussen. Dus wat dat betreft komen ze daar net doorheen. Nee, ja, dat is in de tijd dat wij de weerindeling hierheen. Toen werd dat natuurlijk ook altijd een heel soort actie geweest. Maar nee, dat gebeurt net. We zijn vlak bij de stad, we zijn er, ik zag, maar we zijn mooi in eigen dorp keren. En zij is het, en ze zal ik wel bloeien.